Goedenavond en leuk dat u kijkt naar een hele speciale happy hour. De allereerste van het jaar 2021 en eentje waarvan we gehoopt hadden dat die weer live mocht plaatsvinden. Vandaag met een aantal gasten waar we natuurlijk gaan hebben over de coronamaatregelen die ook tijdens deze opnames, heren, in acht worden genomen. Maar voor nu in ieder geval hartelijk welkom bij deze happy hour online livestream. Live bij u in de huiskamer, waarbij we graag samen met u het gesprek aangaan. U vindt namelijk onder deze video een chatfunctie. Daar kunt u gedurende de uitzending vragen insturen die dan ook gesteld kunnen worden aan onze gasten. Daarnaast zal er midden in de uitzending ook nog een poll verschijnen, maar dat ga ik u straks uitleggen. Normaal gesproken zouden we vanavond een hele speciale gast hebben, namelijk Bibian Mentel. Maar nou ja, omdat we live zitten en we u hier niet kunnen ontvangen, is zij er vanavond hier niet bij, maar ze heeft wel een boodschap voor ons achtergelaten. Wat ontzettend jammer dat ik er vanavond wegens de omstandigheden niet bij kan zijn. Maar als het doorgaat, en het kan op 15 april, dan ben ik er zeker bij. Voor vanavond wil ik jullie een hele fijne avond wensen. En natuurlijk vandaag weer vaste gast Rob Michelbrink, voorzitter van de Business Club hier aan tafel. En Henk Bloemers, jij bent de commerciële man van de Graafschap. En het kan haast niet anders, we gaan het hebben over de businesskant allereerst. Rob, we zouden hier eigenlijk live zijn, hè? Ja, we zouden hier live zijn, samen met Bibian Mentel. Op de Preuverie, een van de hoogtepunten altijd van het Graafschap Business Club gebeuren. Ja, helaas toch weer op de tv. Hoe is de huidige stand van zaken op dit moment bij de Business Club? Ja, eigenlijk is het niet zoveel anders dan dat het in december en in november en in oktober was natuurlijk. We doen ons uiterste best om alle sponsoren te bereiken. Nou, daar komen we zo nog wel even op terug. Om ze toch een gevoel te geven dat ze bij de Graafschap horen. En voor het overige druk bezig met toch nieuwe initiatieven voor als het seizoen weer begint. En bezig met het vinden van mogelijkheden om onze sponsoren goed te bereiken. Maar ook daar komen we zo nog even op terug. Ja, Henk, jij staat eigenlijk dagelijks in contact met die sponsoren. Hoe is dat voor jou? Normaal gesproken zul je veel hoort op zijn. Ja, dat is wel even wennen. Want normaal probeer ik zoveel mogelijk sponsoren te bezoeken. Nou, ik moet zeggen dat een aantal sponsoren die zeggen van, nou, als je conform de richtlijnen, dan ben je gewoon welkom. En als ze op het stadion willen komen, dan hou ik me ook keurig aan de richtlijnen. Nou, het is groot genoeg, we kunnen op 1,5 meter zitten. Maar ja, het is behelpen. Het is veel telefonisch, veel via de mail. Ja, we proberen met ons team zoveel mogelijk contact te hebben met de sponsoren. Eigenlijk wel met iedereen. Maar ja, je zult begrijpen dat het ook niet altijd even makkelijk lukt. Maar ja, in de regel is nu heel veel telefonisch op het stadion en veel via de mail. Om toch in contact te blijven met de sponsoren. En wat ik wel mooi vind, is om vooral te weten hoe het met de sponsoren gaat. Hoe zij deze bizarre periode doorheen gaan komen. Ja, want hoe gaat het daar eigenlijk? Nou, we hebben dadelijk een filmpje. Ik heb met een aantal sponsoren gesproken van de week. Daar hebben we ook een kleine sessie van gemaakt. Ja, de signalen die je krijgt zijn buiten de horeca. Die tel ik even niet mee. En alles wat aanverwant is aan de horeca, die hebben het heel erg zwaar. Maar ik moet zeggen, die zijn ook heel creatief. Komen met allemaal ideeën, initiatieven die echt heel goed zijn. Vorige week was het bij Bert Ribbers, onze huisketeraar. Nou, die heeft dan een biefstukstraat. Dus niet iedereen gaat bij de pakken neerzitten. Zit volop energie in. Ja, en ik moet zeggen, wij zitten natuurlijk in een regio waar veel maak- en productieindustrie is. Ja, en gelukkig hoor ik daar positieve verhalen. Dat allemaal nog de goede kant op gaat. Ja, dus laten we hopen. En dat doet iedereen. Dat het zo snel mogelijk voorbij is. En dat we weer fysiek onze sponsoren kunnen ontmoeten. Ja, en wat mis jij dan zelf het meest? Ja, dat is niet zo moeilijk, want ik ben ook nog wel een beetje gezelligheidsmens. En ik mis gewoon het contact, het fysieke contact, maar vooral met de happy hours. Maar natuurlijk met de wedstrijden. Vooral als je na een overwinning, en thuis winnen we regelmatig, dan is het wel gezellig om met de sponsoren even een biertje te drinken. Iedereen is goed gemutst. Ja, en dan is het gewoon heel gezellig. En ik moet zeggen, dat mis ik wel het meeste. Ja, snap ik. Dat zal voor jou ook zo zijn, Rob. Zeker. Fysieke contact in het stadion en rondom de wedstrijden, maar met name onze evenementen bij de Business Club, die missen we met z'n allen. Dus ja, we doen, wat we net al zeiden, ons uiterste best om dat wel goed voor elkaar te boksen en contact te blijven met onze sponsoren. Maar goed, wat Henk net al zei, je hebt gewoon drie categorieën. Dat zijn de categorieën die normaal doorlopen in het business gebeuren. En je hebt de bedrijven waar het ongelooflijk goed gaat en je hebt de bedrijven waar het heel slecht gaat. Ja, en daar varen wij op mee.
Ja, en ja, jij spreekt natuurlijk die sponsoren, zoals je net al zei, allemaal. Maar waar merk je dan dat de meeste behoefte aan is op dit moment? Nou, je merkt wel dat mensen echt weer zitten te wachten om naar de Vijverberg te gaan. Het zij om te netwerken natuurlijk, want dat is toch wel, daarom ben je ook lid van een businessclub, om vooral te netwerken. Ja, en ze willen die wedstrijden weer bijwonen. En dat merk ik bij de sponsoren, dat missen ze het meeste. Wat ik wel heel positief vond vanmorgen is dat bekendgemaakt werd dat de steunmaatregelen voor onze sponsoren toch weer positief zijn. Dus ja, het enige wat wij als club heel erg, dat iedereen overeind blijft en dat we met z'n allen het nieuwe seizoen met z'n allen weer, en dat niemand afvalt. Dat is eigenlijk ja, onze droom, dat iedereen gewoon aan boord blijft. Ik denk even aanvullend op die steunmaatregelen, het is extra prettig dat de groep die heel lang vergeten is, nu wel steun gaat krijgen. Dus de mensen die vorig jaar begonnen zijn en heel lang niets hadden en ook niks hebben gehad, die zetten het nu wel in het steunpakket. Dus ik denk dat het voor die extra fijn is dat dit op deze manier opgepakt wordt door de regering. Dus we hopen er het beste van. Ja, Henk die geeft al even aan waar die behoefte dan ligt bij sponsoren. Toch bij het elkaar weer ontmoeten. Valt er nog iets te verwachten de komende tijd van evenementen bij de Business Club op? Ja, alles valt of staat bij de maatregelen die de overheid bedenkt de komende maanden. Wat we wel proberen is elke derde donderdag van de maand, of in ieder geval één keer per maand, een happy hour evenement te organiseren. De 28e februari is op zondag. Zal er geen businessclub bijeenkomst zijn. Maar we gaan wel iets leuks doen. Daar komen we zo nog even op terug. En dat is leuk voor iedereen. Zelfs voor het hele gezin. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Henk, jij hebt van de week gesproken met een drietal sponsoren. Vier eigenlijk. Want de familie Gersthuizen zat er met z'n tweeën. Ja, tweeën. We gaan even kijken naar die teamsessie om te horen hoe het er bij die sponsoren voor staat. Mei vorig jaar gingen de kapsalons weer open. Toen hebben we zeker bij ons een dipje gezien natuurlijk ten opzichte van de weken daarvoor. Maar blijven wel steeds meer mensen online hangen. Er is pas nog een onderzoek bekendgemaakt. Vorig jaar, januari 2020, shopte de geloof 64% van de Nederlanders online. Onlangs is er weer een onderzoek geweest en dat zit nu volgens mij boven de 80%. Dus ja, er zijn steeds meer mensen, en dat was natuurlijk ook wel in lijn der verwachting, meer online gaan shoppen afgelopen jaar. En daarmee met dat medium in aanraking gekomen. Wat uiteindelijk natuurlijk voor ons gunstig is. Frank en Bram, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe gaat het met jullie? Ja, we redden het wel, maar liquiditeit is het grootste probleem. Op korte termijn is te hopen dat we weer open kunnen. En dan weer met de steun van de overheid erbij. Kunnen we het wel redden, voorlopig. En we hebben heel veel personeel uitgezet, gedetacheerd. Ja, heb ik gelezen. De sfeer is nog goed binnen het bedrijf. Je merkt wel heel veel mensen, de medewerkers die toch wel moeite hebben. Om ergens aan, die willen gewoon weer terug in de horeca. Of ze gaan het anders doen. Dus we verliezen wel mensen. Maar je merkt ook vooral dat je ook, het gaat dan niet alleen om het financiële. Maar dat je echt het mist om het mensen naar de zin te maken. Dat doe je toch in de horeca. Om het mensen leuk te maken en. Ja, daarin zie je wel dat je initiatieven die je nu doet, of dingen die we nog kunnen doen, dat als mensen er leuk op reageren, dat je daar wel een bepaalde voldoening uit haalt. Dan is het nog niet zozeer dat het financieel interessant is, maar meer dat je er wel blij van wordt. En ook medewerkers die dan meehelpen, dat je toch weer bepaalde interactie hebt. Dan zitten mensen wel in de auto, maar dan heb je toch een bepaald. Toch een beetje plezier eruit. Ja. Ik zie het op zich, hopelijk duurt het niet te lang en dan we in april weer weer verder kunnen. Hey Wim, jij hebt twee bouwbedrijven en daar hoor ik signalen om me heen dat het in de bouwsector heel erg goed gaat. Heb je voor het moment, voor het bouwen, reguliere bouwen in de regio, heb je daar volledig gelijk in? Het is personeel is bijna niet aan te slepen om de bouwer rond te kunnen breien. Dus dat is heel positief. Met Rietenbouw Nederland werken we landelijk voor grote investeerders en bouwen wij grote panden in de winkelsteden. Die hebben natuurlijk in maart de deuren allemaal moeten sluiten voor de retailers. En vervolgens kwam daar natuurlijk een beste klap met dat ze en geen huur konden betalen of aangepaste huur gingen betalen. En dan gaan beleggers, investeerders, die gaan op bouwgebied, op investeringsgebied, gaan ze weinig of niks doen. Dus wij hebben vanaf mei tot afgelopen december hebben we gewoon heel weinig om handen gehad. En nu is het wel weer zo dat de markt aan de kant van de retailsector weer aangetrokken is. Gelukkig hebben we projecten in uitvoering. En zijn we niet afhankelijk op dit moment van de deuren die opnieuw gesloten zijn.
En ik hoop dat we dit zeg maar langzaam uit kunnen rollen, dat het door blijft gaan voor dit jaar. Ja, voor de bouwbedrijf de Graafschap, regionale gebeuren, ja, dat, ik ga niet zwaar inzien, maar ik denk nog wel dat er een dipje gaat komen. Hey Helder, ik wens jullie heel veel succes. Blijf vooral creatief ondernemen, want dat doen jullie alle drie volgens mij op jullie eigen wijze. Ja, en eigenlijk hoop is het uitgesteld teleurstelling, zeggen ze wel eens. Maar ik hoop echt dat ik jullie weer snel mag zien hier op het stadion. Maar dank voor jullie medewerking. En we spreken elkaar snel op de Vijverberg. We gaan ondanks dat we er niet bij zijn voor promotie, Henk. Ja, ik moet het we zetten de schouders eronder. Dat doen we sowieso. Nou, we horen het. We gaan voor promotie. Dat is denk ik iedereens doelstelling. Henk, mooi lijkt me om die sponsoren even op die manier te spreken. Ja, nee, zeker heel leuk. En nu hebben we hem toevallig opgenomen. Maar in de regel probeer ik zoveel mogelijk contact te houden met de sponsoren om te weten hoe het gaat, wat ik net al zei. Maar daarnaast zijn we ook natuurlijk veel in gesprek met gewoon nieuwe sponsoren. Die ja, dan... wat voor sponsoren moeten we aan denken? Er kunnen sponsoren zijn die toch interesse hebben om bij het netwerk van de Business Club te horen. Dat is gewoon het grootste zakelijke platform van de Achterhoek. Ja, en dan hebben we zoiets van, op het moment dat het weer mag, dan stappen ze gelijk in. En dan maak je van tevoren al hele goede afspraken over met elkaar. En ik moet zeggen, die gesprekken lopen ook gewoon door. Kun je ons een tipje van de sluier geven, wat voor partijen dan? Nou, gaat? Kijk, we zijn nu wel heel erg druk met de bettingmarkt. En dan zou je zeggen, wat is de bettingmarkt dan? Nou, dat is de gokmarkt, even heel ordinair gezegd. Maar die gaat in september, mag die open wat betreft exposure. Dat ze exposure mogen gaan doen om de consument te bereiken. Wij zitten heel erg op het maatschappelijke aspect daarvan. Dus vandaar die gesprekken ook wat langer duren dan normaal. Ja, en we proberen daar de juiste bettingpartner bij te vinden. En dat is met name het gokken en het gamen. Ja, en daar zit wel, dat is een markt die voor alle voetbalclubs heel erg interessant is. Heren, hoeveel geld zetten we dan nu alvast in op promotie? Zo'n beetje alles wat ik heb. Ik ga ervan uit dat Mike dit met zijn jongens gaat redden. Ik zal het hem straks vragen. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor dit gesprek. Voor de mensen thuis, wij gaan nu door met een poll. En dat ga ik eerst even uitleggen, want daarvoor moet u fullscreen, mocht u fullscreen kijken, even afsluiten. Dus druk even op een kruisje of op escape en dan ziet u de chat onderaan in beeld. Daar ziet u dan ook zo dadelijk de vraag in beeld komen. Of nee, de vraag komt in beeld waar wij nu ook zijn. En het antwoord wat u wil kiezen, dat komt in de chat in beeld. En dan kunt u stemmen. Gaan we straks naar de uitslag kijken. De vraag is, wat mist u het meest op dit moment? Zijn dat de wedstrijden of zijn dat de netwerkevents en de happy hours? Laat het ons weten. Gaan we nu door naar de poll. Ik ben heel benieuwd wat u gestemd heeft op de poll. Daar gaan we straks naar kijken. Maar eerst ga ik mijn gasten aan tafel verwelkomen. Namelijk hoogbezoek de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans. Welkom. Fijn dat u er vanavond ook bij bent. Dankjewel. We gaan het zo uitgebreid hebben over de nieuwe COVID-19 maatregelen. Met natuurlijk de avondklok die ook afgekondigd is. Je mag niet ontbreken. Hans-Pen Ostendorp, directeur van de Graafschap. Welkom, heren. Dankjewel. Voordat wij verder in gesprek gaan, ben ik eerst even benieuwd naar de uitslag van de poll. Dus die gaan we even in beeld brengen. En dan zie ik dat unaniem de wedstrijden het meest gemist worden. Hoe is dat voor jullie? Ja, weet je, ik maak de wedstrijden er nog mee. Wat ik het meest mis is toeschouwers, publiek, sponsoren, partners. Ja, eigenlijk onze supporters. Dat is wat ik ongelooflijk mis. Ja, burgemeester Bouwens, u bent normaal gesproken ook eigenlijk altijd hier op de Vijverberg te vinden. Wat mist u nou het meest? Nou, een beetje hetzelfde als wat Hans Martijn zegt. De sfeer is hier altijd geweldig, met ontzettend fijne supporters. En dat mis je wel bij de wedstrijd. Kijk, voetbal is natuurlijk gewoon het voetbal, dat gaat wel door. Kun je ook thuis kijken, maar die sfeer is natuurlijk totaal anders. Dus dat is jammer. Ja, en in uw werk, normaal gesproken veel publieke activiteiten die er moeten gebeuren. Hoe ziet uw leven er op dit moment uit als burgemeester? Nou ja, veel achter een beeldscherm, dus ik zit veel, helaas. Weinig in beweging. Je bent natuurlijk wel in contact met de samenleving, maar totaal anders dan normaal. Hè. Normaal ontmoet ik veel mensen, ga ik van hort naar her. Ja, dat is wel een beetje weg nu. Ja, snap ik. Hans Martijn, eerst even naar de club. Hoe staat het er op dit moment voor met de club?
Als je kijkt naar het jaar waarin we zitten, moet ik zeggen dat het naar omstandigheden goed voor staat. Maar dat hebben we alleen te danken aan de loyaliteit en de trouw van supporters, sponsoren, partners, die ons ondanks het feit dat ze niet in het stadion mogen komen, ongelooflijk blijven steunen. En dat, dat maakt dat de club er naar omstandigheden goed voor staat, maar het is een heel zwaar jaar. Ja, en op wat voor manier uitzicht dat dan? Nou, weet je, als je geen mensen in het stadion mag, dan kun je geen losse tickets verkopen. De horeca is volledig gesloten. We kunnen gelukkig gebruik maken van NOW-regeling, maar die dekt natuurlijk niet alle kosten. Dus financieel is het een heel erg zwaar jaar. Maar juist door de steun en de loyaliteit van onze achterban, supporters, sponsoren, partners, trekken wij dit jaar die club echt erdoor heen. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En burgemeester, ik zou het het liefst eigenlijk niet over willen hebben, de coronamaatregelen, maar we kunnen er niet omheen. Vanavond is ook een nieuwe maatregel aangekondigd, de avondklok vanaf 9 uur. Kunt u eens vertellen wat dat inhoudt voor de Graafschap, supporters, eigenlijk de hele regio Achterhoek? Nou ja, het is eigenlijk de meest vergaande maatregel die je kunt voorstellen. Daar is ook behoorlijk over gedebatteerd vandaag in de Tweede Kamer. Eigenlijk vindt niemand dit fijn, ik zelf ook absoluut niet. Maar het betekent per saldo dat je vanaf 9 uur tot 's ochtends 4:30 niet meer buiten kunt zijn, tenzij je een legitieme reden hebt. Maar die zijn zeer beperkt, is al gezegd. Je moet een werkgeversverklaring hebben of een dringende noodzaak. Ja, dat heeft lang niet iedereen. Ja, we konden al heel veel niet, hè, dus we konden al niet naar de voetbalwedstrijd. Dus in die zin worden we niet zwaarder geraakt als je kijkt naar circuit voetbal. Maar dit betekent wel dat we er nog lang niet zijn. Dus Hans, Martijn en ik hebben wel eens tegen elkaar gezegd dat we het fijn zouden vinden als we zeg maar rond deze tijd weer wat publiek in het stadion zouden krijgen. Dat lijkt nog een eindje weg. En ik hoop dat we met elkaar nu heel snel er doorheen komen. Dat we de start van het seizoen in ieder geval nog met elkaar in het stadion kunnen beleven. Dat lijkt mij heel erg mooi als dat lukt. Ja, wat zijn jouw verwachtingen daarvoor, Hans Martijn? Daar zou ik meteen voor tekenen vandaag. Weet je, je merkt ook dat het een soort mentale tik weer is. Weet je, zo'n avondklok, dat vindt iedereen verschrikkelijk. Dat heb ik vandaag bij het debat in de Tweede Kamer ook gehoord. Maar het is meer dan dat. Dus we moeten ons weer oprichten. We moeten kijken naar als dat helpt om uiteindelijk zeg maar wat verlichting in de samenleving toe te kunnen laten. Dan moeten we het doen. Dan moeten we ons met elkaar ook echt nadrukkelijk aan houden. En hoe mooi zou het zijn dat we zeg maar even in die vierde periode dan wel weer wat publiek zouden mogen toelaten. Als ik daar vandaag een ja op kan krijgen, teken ik gelijk. Kan ik me voorstellen. Wat ik wel leuk vind, jullie spreken elkaar natuurlijk geregeld. U bent vaak hier ook op de Vijverberg. Maar hoe is dat nou om als burgemeester in zo'n businessclub rond te lopen? Ja, hartstikke leuk. Het is voor mij eigenlijk ook de belangrijkste plek om relaties te ontmoeten. Zoals dat voor zakelijke contacten geldt, geldt dat ook voor mij vanuit wat meer de overheid of vanuit de regio Achterhoek. Dus ik ben hier graag ook vanuit dat perspectief. En wat ik heel erg leuk vind is dat het ook laagdrempelig werkt naar mij. Hè? Dus als je wat hebt, je kunt mij ook aan de jas trekken en zeggen, goh, kun je me naast bij helpen? Of hoe denk je daarover? Of wat vind je ervan? En dat werkt heel erg goed. Dus het is een wisselwerking tussen dat ik mensen hier ontmoet die voor mij interessant zijn. Maar omgekeerd denk ik dat het ook fijn is dat mensen mij hier kunnen vinden. Ja, want Hans Martijn, op zich is het niet het meest voor de hand liggende dat burgemeesters bestuurders bij een voetbalclub rondlopen, toch? Nou, je ziet het wel vaker, maar omdat op de Vijverberg er geen skyboxen en dergelijke zijn, loopt de burgemeester hier gewoon in het wild rond. Maar waar ik enorm op heb proberen in te zetten, is de Vijverberg een ontmoetingsplek te laten zijn van ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties. En het is heel mooi dat de Achterhoek ambassadeurs ook hier op de Vijverberg zijn. Dus dat niet alleen het college van Doetinchem met burgemeester Bouwmans voorop te vaak is, maar ook de colleges uit de hele regio. En dat maakt de toegang tot het bestuur wel heel laagdrempelig. En ik vind het mooi om te zien dat daar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Het is zeker ook een meerwaarde voor onze wissersclub. Er staan hier eigenlijk twee burgemeesters bij mij aan tafel. Één oud-burgemeester. Maar is dat nou anders om samen te werken met iemand die het vak begrijpt? Ja, zeker. Voor mij is het echt een plus. We zijn ongeveer gelijk begonnen. Hans Martijn een paar maanden nadat ik hier gekomen ben. Maar eigenlijk vanaf het eerste seizoen direct samen opgetrokken. En voor mij is dat heel fijn, want Hans Martijn begrijpt meteen wat voor mij belangrijk is. En omgekeerd kan ze goed in mij verplaatsen. Ik kan ook wat meedenken. Er is ook heel veel vertrouwen. Dat is ook heel erg belangrijk. En wat ik zelf heel goed vind, wat ons gelukt is om met alle supporters eigenlijk in goede verbinding te staan. En dat gebeurde al vrij snel toen u hier burgemeester werd, volgens mij, hè? Ja, er was hier natuurlijk een lobby om weer bier op de tribune te mogen gebruiken. Wou ik niet noemen, maar goed, daar ging het wel over. En dat snap ik ook heel goed. Nou, dat hebben we mogelijk gemaakt.
met z'n tweeën ons daar ook hard voor gemaakt. En compliment naar de supporters, daar wordt gewoon heel goed mee omgegaan. Dus ja, weet je, het is een soort van wederkerigheid die heel fijn is. Ook als je naar het schilderwerk hier in het stadion kijkt, fantastisch. Nou, ik herinner me dat wij hier in het voorjaar, nou, was rond de zomer een keer gekomen zijn en gekeken hebben. Een grand tour hebben gehad, een rondleiding. Fantastisch. Ik was alleen op de verkeerde stoel gaan zitten, dus met een goede pak zat onder de verf toen ik thuis kwam. Ah, maar dat zijn de mooie verhalen voor later, toch? Maar nee, geweldig. Dus ik ben ook wel trots op onze supporters. Hè. Dus deze club is zo inclusief. Iedereen komt hier gewoon. En Hans-Martijn noemde net het feit dat er geen skyboxen zijn. Ik vind dat een enorme pre. Iedereen kan hier met iedereen contact hebben. En dat is bijna nergens zo. Dus daar mogen we ook trots op zijn. Ja, en wat denkt u dan dat het belang is voor de regio, voor de stad Doetinchem, dat er zo'n voetbalclub als de Graafschap is? Nou, die is heel groot voor de hele regio. Ik denk dat je cultuur en sport zijn vlaggenscheep. Als je dat in huis hebt, dan kun je daar ook de grotere wereld mee bereiken. En zeker ook dat seizoen dat we Eredivisie speelden, dat ik hier was. Ja, als je iedere avond op Studio Sport bent, best bekeken programma, is gewoon ontzettend belangrijk. Nu ook uitzendingen van de keukenkampioendivisie. Groot bereik. Wij kunnen hier relaties ontvangen. Die komen hier graag. Mensen vinden het geweldig om in het stadion te komen. De opkomst van de spelers, kippenvel, de wedstrijd, het publiek, het enthousiasme, de businessclub. Dus dat is ook voor relaties van ons, wij hebben 10 stoelen, is dat ontzettend belangrijk. Dus als u iets voor elkaar moet krijgen, dan zegt u, nou laten we het vanavond maar even bespreken onder het genot van een borrel bij de Graafschap. Ja, nou, we hebben geloof ik nu 2 seizoenen gedaan en we hebben nooit een probleem om de stoelen bezet te krijgen. Dus mensen willen altijd graag komen. Mooi. Zoals net al aangegeven, kunt u meepraten met dit gesprek. En er zijn wat vragen binnengekomen. Dus laten we even kijken naar de eerste vraag. Voor Hans-Martijn, kun je ons vertellen wat de KNVB op dit moment op wat voor manier dan ook doet om de clubs te ondersteunen? Nou, op dit moment is dat wat minder. Ik moet zeggen, de KNVB heeft in de loop van dit moeilijke jaar wel geprobeerd om allerlei reserves en potjes aan te wenden om in ieder geval de clubs nog wat te steunen. Staat wel bij dat de KNVB zelf natuurlijk ook geen inkomsten heeft door dat wedstrijden van het Nederlands elftal en van het vrouwenelftal en dergelijke niet gespeeld worden. Dus het is moeilijk. Maar er zijn op een aantal onderwerpen heeft de KNVB wel gesteund. Maar je merkt ook daar dat de bodem van de schatkist wel in zicht is. En is daar veel contact op dit moment met de KNVB? Ja, er is veel contact met de KNVB, met name over coronamaatregelen. Ik moet ook zeggen, na de dramatische afloop van verleden jaar of verleden seizoen heeft de KNVB echt wel ingezet op communicatie met alle clubs. Dus als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt er snel een call opgezet waar alle directeuren en Erik Gudde en Jan Bluizen en dergelijke aan tafel zijn komen. Ik moet zeggen, daar vind ik wel dat het een en ander verbeterd is. Nou, dan heeft het nog iets opgeleverd in ieder geval. Ik ga kijken of er nog een vraag is, dan gaan we die ook meteen behandelen. En anders komt hij ze dadelijk in beeld. Burgemeester Bouwmans, wat is voor u nou de mooiste herinnering hier op de Vijverberg? Oh, ja, eigenlijk was dat buiten de Vijverberg. Dat was het jaar dat we promoveerden naar de Eredivisie. En hier de hele schare aan supporters op het plein voor het stadion stond. En daar uitbundig feest gevierd werd. En het was een snikhete dag. Eigenlijk te heet voor zoveel mensen bij elkaar. Nou ja, dat was geweldig. Helemaal met de kennis van nu, lekker dicht op elkaar gepropt. Ja, andere tijden, zullen we maar zeggen. Nee, maar dat was natuurlijk een geweldig evenement. Wat ik eigenlijk bij iedere wedstrijd het leukste vind, is als de spelers de tunnel uitkomen en de tune wordt gedraaid. Daar krijg ik kippenvel van. En alles wat daarna gebeurt, is mij, nou, om het even wil ik niet zeggen, maar het begint hier zo mooi altijd. Dat alles wat daarna komt, is prima voor mij. Ja, mooi. Hans-Martijn, kun je iets van een verwachting schetsen voor de rest van het seizoen? Waar hoop je op? Wat verwacht je? In het stadion of sportieve resultaten? Beide. Beide, ja, want ik zie dat ook één vraag binnenkomt die daarover gaat. Ja, wat ik al zeg, het is ongelooflijk ingewikkeld, want we hebben al meerdere malen een soort van perspectief gegeven waarop we hopen dat mensen in het stadion kunnen komen. Nu heb ik de minister-president horen zeggen dat in ieder geval half februari de field labs opengaan. Dan gaan ze echt testen met in 2 stadions in Nederland met wat mensen toelaten. En op basis daarvan hopen ze ook snel, als dat resultaat heeft, een en ander uit te kunnen rollen. Dat doen ze ook in de evenementenbranche. Ja, daar vestig ik nu maar even mijn hoop op. Maar ik besef dat ik dat al vaker heb gedaan. En ja, ik denk dat het hele land regelmatig teleurgesteld wordt. Want we zijn er bijna en dan zijn we er toch nog niet.
Maar wat ik zeg, als we de vierde periode toch wat publiek in het stadion mogen hebben, dan ben ik blij. En voor wat betreft de stand op de ranglijst ben ik eigenlijk best heel vol vertrouwen. Weet je, de afgelopen weken zijn we door zelf goede resultaten te boeken en in ieder geval Cambuur toch wat mindere resultaten te boeken, toch weer een eindje, een stukje dichterbij gekomen. Ja, we staan eigenlijk hoger dan vorig jaar qua punten. Een paar punten meer dan vorig jaar, precies op dit tijdstip. Het lastige daarvan is dat er meer ploegen het goed doen. Ja. Maar weet je, de tweede seizoen zelf is over het algemeen voor de Graafschap altijd beter. En ja, zelf heb ik net gezegd, als we zondag erin slagen om zondag van Volendam te winnen, dan weet ik niet of we kampioen worden, maar dan ben ik ervan overtuigd dat we voor de rechtstreekse promotie gaan en de periodetitel. Laten we het dus vrolijk benoemen. Nou, daar word ik in ieder geval heel blij van. Laten we dat absoluut gaan doen. Nog even wat anders. Er is best wel uniek nieuws naar buiten gebracht afgelopen week. Namelijk een sponsorcontractverlenging van 10 jaar, namelijk door AG Biosource. Dat lijkt me fantastisch in deze tijd. Ja, dat is fantastisch. Weet je, het signaal dat Sjoerd Hermsen en AG Biosource heeft mij afgegeven is een onvoorwaardelijke liefde voor de Graafschap, voor altijd. En dat is ook van waaruit hij tot deze deal is gekomen. Een sponsorovereenkomst voor 10 jaar, dat geeft zo'n enorme boost, vertrouwen en rust. En daarvan bekijken we van jaar tot jaar hoe het eruit ziet. Hè. Komend jaar zal hij dat doen als shirtsponsor en hoofdsponsor. Maar ook voor de komende jaren hebben we daar echt wel met elkaar goede beelden van. En wat je ziet deze week alweer, of direct na het nieuws, dat het ook andere sponsoren inspireert. Dus wij zullen ook de komende weken zullen we meer presentaties doen van bedrijven die zeggen, maar wij gaan ons meerjarig, niet allemaal 10, maar we gaan ons meerjarig aan de Graafschap verbinden, omdat we vinden dat die club juist nu onze steun nodig heeft. Terwijl ze het anders misschien maar voor een jaar hadden gedaan. Vaak was het, hè? Dan ga je van jaar tot jaar. En nu, ik zal binnenkort, zullen we presenteren een partij die zich voor 3 jaar verlengt, of voor 5 jaar verbindt. We komen de komende weken nog met mooie berichten. Je straalt helemaal. Kan ja, want weet dat je, dat, gewoon, ja, dat inspireert ook wel. En dat houdt je ook, dat geeft je ook wel een steun in de rug. En dat maakt ook dat je iedere dag toch met plezier naar het stadion gaat. Want dit houdt je wel op de been. Hier doen we het voor. Burgemeester Bouwmans, wat is het eerste dat u hier op de Vijverberg weer gaat doen als de deuren weer open gaan voor het publiek? Juichen. Nee, maar kijk, Hans-Martijn deed net een voorspelling over waar we gaan eindigen. En dat brengt ook meteen een interessante uitdaging voor de gemeente. Want ja, als je gaat promoveren, moet je ook feesten vieren. We hebben in maart een enorme uitdaging, de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat wordt nog een hele opgave om iedereen veilig te laten stemmen. Maar ik ben wel van een beetje uitdaging, dus het lijkt mij een mooie uitdaging voor ons allemaal. Dat we eerst maar zorgen dat we tweede worden, rechtstreeks promoveren. En dat we dan ook nog een feestje kunnen vieren op een veilige manier. Als we daar nou voor kunnen gaan. Gaat u zich hard voor maken? Daar ga ik me hard voor maken. Ja, zeker. Mooi. Heren, dank jullie wel voor jullie tijd en de gezelligheid hier aan tafel. Ik denk dat er niets mooier is als we afsluiten met een klein stukje van de video van het mooie AG Biosource nieuws. En dat vond eigenlijk de Graafschap ook wel een goed idee. En daarom hebben we besloten om een contract aan te gaan voor 10 jaar. Voor altijd. Nou ja, mooi nieuws in deze tijden. Bij mij aan tafel 2 nieuwe gasten. Trainer Mike Snoei, welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Toch best wel vaste gast geworden in de online happy hours. Ted van der Pavert, jij voor het eerste gast. Leuk dat je erbij wil zijn. Jullie hadden vandaag even een dagje vrij, hè, heren? Dus hadden ze ook dik verdiend. En we spelen op zondag, dus de week werd even gebroken. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig. Trainer Mike Snoei is een dag vrij. Hoe ziet zo'n dag er dan uit? Nou ja, ik hoef niet onder stoel of banken te steken dat sowieso al dan heel veel aan de telefoon zit met onze technisch manager Peter Hofstede. Want ja, het is gewoon een spannende periode. En wij willen gewoon ontzettend graag die groep nog een impuls geven. Dus daar zijn we druk mee bezig. En dan liggen er ook voor de trainer een paar karweitjes thuis te wachten. En, zoals? Dan moet er wat in de tuin gebeuren. Er moet wat aan de bestrating gespoten. Weet ik van wat allemaal. Dus het is echt niet zo dat we dan even achterover gaan zitten. Maar tussendoor vooral met spelers bezig. Ik zag je lachen, Ted. Kun je het een beetje voorstellen?
Ik heb geen idee wat van beeld ik me voor moet stellen bij Mike Snow in de tuin. Maar... En misschien moeten we dat maar eens een keer gaan filmen dan. Ik denk dat de supporters dat ook best leuk vinden om te zien. Ted, hoe is het met jou? Wat heb jij gedaan op je vrije dag vandaag? Ja, goed. Ja, echt familiedagje eigenlijk. Ja, met de twee kleine meiden in de ochtend bij opa en oma op bezoek geweest. En in de middag lekker hier een rondje door de Koekendal gewandeld. Ja, net weer vader geworden voor de tweede keer. Hoe is het nu? Ja, goed. Gaat heel erg goed. Ja, nou, het is even wennen natuurlijk weer iets minder nachtrust. Maar nee, over het algemeen mogen we echt niet klagen. Je zegt iets minder nachtrust. Als het goed is, hebben we een foto van de meiden die nu in beeld gaat komen. Die hebben we niet. Maar als mensen jou gevolgd op social media, zien ze vast ook jouw mooie meiden voorbij komen. Maar hoe is dat nou als jij 's nachts... Moet jij eruit of heb je een deeltje gemaakt met je vriendin? Nou, het is wel een beetje om en om. En alleen een dag voor de wedstrijd heb ik wel het deeltje dat zij eruit gaat. Ja. Nou, dat lijkt me dat jij daar ook blij mee bent, Mike. Waarmee? Dat hij de nacht voor de wedstrijd goed kan slapen. Nou ja, we hebben nog een jonge vader. Hè? Ook derde van Michum weer vader geworden. En soms zien ze er wel eens uit als ze 's ochtends op de club komen. Alsof ze 15 ronden gebokst hebben. Dikke ogen en vermoeid. Maar moet je koesteren. Prachtig. Dus jonge vaders, erg productief, onze spelers. Ja? Ja, veel baby's. Dus dat gaat goed. Ik wil het er niet te lang over hebben, maar laten we heel veel kort terugblikken op vorig seizoen. Heb jij dat ervaren? Of vorig seizoen, sorry, de eerste seizoen zelf. Ja, eerste seizoen zelf. Nou ja, net als iedereen. Hè. Enorm steriel, kil. Precies het tegenovergestelde wat bij de Graafschap past. En in die tussentijd moet je wel blijven presteren. Maar ook door de weeks allerlei regels rondom trainingen, ver uit elkaar, in de kleedkamer verdeeld over verschillende ruimtes, mondkapjes op. Ja, het is gewoon een beetje steriele, troosteloze situatie. Ja, voordat ik doorga naar jou, Fred, hoor mij dan. Dit is live televisie, ja mensen. Ted, ik kom zo bij jou, maar voor die tijd wil ik nog even naar de mensen thuis gaan. Want vergeet niet dat u mee kunt praten in de chat. We gaan dadelijk nog wat vragen van het publiek bespreken. Dus grijp die kans vooral. Ted, jij hebt ontelbaar vaak op een Kolkende Vijverberg gespeeld. Maar ik zei al even, het is een heel rare eerste seizoenshelft geweest zonder publiek. Hoe is dat voor jou? Want dit contrast lijkt me groot. Ja, het is enorm groot, maar ik denk eigenlijk voor iedere speler wel. Alleen bij volksclubs en helemaal deze mooie club als de Graafschap, ja, dan staat ik gewoon bekend om de 12e man, om samen iets creëren, gesteund worden als het wat moeilijker verloopt in de wedstrijd. En ja, dat is natuurlijk wel enorm wat we nu missen. De beleving is toch heel anders op dit moment. Er zijn er ook wel eens jongens binnen jullie groep die nog nooit op een Kolkende Vijverberg gespeeld hebben. Heb je het daar wel eens met ze over? Nou ja, dat niet zozeer. Maar we hebben inderdaad wel een paar jonge jongens erbij gekregen. En ik moet zeggen dat ze het ook hartstikke leuk doen op de trainingen. Maar ja, ook een wedstrijd met het publiek is ook weer, het is toch weer iets anders. Het geeft toch een andere kick. En het kan zowel positief als misschien ook sommige momenten wat negatief. Maar dat is ook weer iets anders om te voetballen. En hoe is dat voor de jonge jongens? Je bent natuurlijk een jong van de club. Voetbalde je onwijs lang. 2 keer een uitstapje gemaakt, maar wel weer teruggekomen. Vragen zij vaak aan jou hoe dat dan was? Of wat mooie herinneringen zijn voor jou? Nou, dat niet zozeer. Alleen je hebt natuurlijk wel over de club, over het verleden met een aantal jongens. En wat je zegt, jonge jongens. We hebben dit seizoen ook weer steeds meer jongens die met ons meetrainen. En dat gaat ook heel erg goed. En dat is wel weer leuk om te zien dat er weer wat meer jongens vanuit jeugd erbij komen. Ja, jij bent zelf ook gek op jeugd, hè Mike? Nou ja, ze goed genoeg zijn. Hè? En we zijn 1,5 jaar geleden begonnen om daar gewoon weer eens nog wat meer energie in te stoppen. Met Jeff Tabressa, hoofdopleidingen. Hele goede groep jonge jeugdtrainers die ambitieus zijn. Maar het belangrijkste is gewoon dat we wel de aanwas hebben. Dat we talenten hebben waar je die energie in kan stoppen. Nou, en nu na zo'n 1,5 jaar merken wij nu gewoon dat daar echt muziek in zit. Milan Hilderink, Camille Negli zijn echt jongens die nu dicht tegen zo'n eerste elftal aanzitten. Meer minuten gaan maken. Maar ook 4, 5 andere jongens vanuit onder 21 die meetrainen nu op dagelijkse basis. Dus we gaan de goede kant op, hè, maar hoort ook bij de Graafschap. En
En dat is de energie die we nodig hadden en waar we weer stappen aan het maken zijn. Nou, we hadden net al even over een leeg stadion. We hadden natuurlijk met z'n allen gehoopt dat we die tweede seizoenshelft weer publiek zouden kunnen hebben. Hoe is dat nou voor jullie als ploeg? Maakt het dat ook zwaarder dat het nog niet zo is? Nou ja, dit is gewoon dat extra zetje. We moeten het niet overdrijven, hè, want het moet ook niet als excuus gebruikt worden. Maar dat extra zetje, dat extra ruggensteuntje, dat missen we gewoon. En ik vind onze burgemeester Mark daar wel een mooi voorbeeld van. Die kon normaal anoniem een klein beetje zich laten horen op de achtergrond. Maar nu, na Utrecht, toen werd het wat spannend. Tijdens Telstar, hij was behoorlijk aanwezig. Alleen hij vergat, je hoort alles. Dus dan keek ik achterom en dan zag ik de burgemeester net de scheidsrechter niet uitschelden, maar hij was behoorlijk aanwezig. En Henk Bloemers laat zich dan gelden, dat is ook een echte winnaar. Dus dit soort dingen krijg je nou. En we moeten wel achteraf best wel om lachen, maar het geeft wel een beetje aan in wat voor situatie we zitten. Dus ondanks een leeg stadion toch wel het gevoel dat jullie steun krijgen van het publiek wat er dan nog wel zit. Nou ja, hè, dus ik vind dat mooi. Dit zijn dan mensen die vaak op de achtergrond heel veel voor ons betekenen. En nu beleven ze dit soort wedstrijden op een andere manier en valt dat op. Hey Mark, eigenlijk, ondanks dat we derde zijn met z'n allen. Qua puntenaantal staan we vergeleken met andere jaren, we hadden het straks met Hans Martijn al even over, eigenlijk best wel positief voor, hè? Nou ja, jullie zijn altijd met punten bezig en vergelijken met vorig seizoen. Je hebt zelfs 1-2 punten meer, maar misschien hadden we de vorig seizoen wel een paar te weinig. Het feit is gewoon dat er twee ploegen boven ons staan. En vooral na de winterstop, vorig jaar was dat na het trainingskamp in Spanje, kwamen we echt op gang. Dit seizoen met een nieuw middenveld, met wat nieuwe jongens, duurt het wat langer. Maar hebben we nog steeds heel veel punten gehaald. En het gaat om winnen. Maar na de winterstop en vooral die laatste drie wedstrijden en die serie die wij moeten gaan spelen. En dan praat ik over Telstar thuis, Roda uit en dan nu Volendam. Ja, die hebben de jongens enorm goed opgepakt. En was zelfs leuk om te zien een groot gedeelte van de wedstrijd. Dus we komen eraan en we mogen alleen niks laten liggen. De druk ligt bij ons, maar vooral ook bij bijvoorbeeld Cambuur. Die nu in twee wedstrijden 5 punten inlevert. Dus Zij voelen ook wel een beetje druk daarin en Volendam ook, hoop ik. Is dat fijner als ploeg, Ted, om te spelen dat je iets te winnen hebt in plaats van te verdedigen? Ja, dat heeft twee kanten. De ene kant wel. Je wil natuurlijk je hebt de doelstelling om in dit geval meer Cambuur bij te halen. Aan de andere kant, ja, maar het liever ook 6 punten meer gehad natuurlijk. Dat heeft twee kanten, maar... Ik heb veel vertrouwen in hoe het nu gaat na de twee seizoen zelf. We spelen nu ook een ander systeem. En je ziet wel dat we, wat de trainer ook aangaf, dat we de laatste wedstrijden wel beter voetballen. En ook meer kans creëren en ook wat overtuigender winnen. En dat is wel een goede basis naar richting zondag. Ja, ik hoorde van de week in de wandelgangen hier op de club een leuk detail. Namelijk dat eigenlijk sinds dat jij hier bent, Mike, er een sauna is, een dompelbad. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie best fijn is, of niet? Ja, nee, het is wel lekker. En dan moet je niet meteen denken aan vakantie. Maar het is ook wel gewoon om na een wedstrijd even lekker te herstellen. Zorgen dat de afvalstoffen weer uit de spieren gaan. En dat helpt alleen maar mee. En dat is ook alleen maar een mooie stap voor de club om weer alles wat te professionaliseren. Alleen de sauna mogen we de laatste tijd even geen gebruik van maken door de coronamaatregelen. Maar dat zijn wel weer mooie stapjes vooruit. Nee, dat vind ik ook wel mooi om te horen, Mike. Want ik vind het jou dat ook wel typeert. Ik ken je inmiddels een klein beetje en weet dat jij ademt voetbal. Maar voetbal is niet alles. Jij kijkt ook heel erg naar wat er buiten de trainingen om nog gedaan kan worden om het spel of de fysiek te verbeteren, toch? Nou ja, ik vind, en ik krijg nu iets te veel credits, Peter Hofstede stopt daar ook enorm veel energie in. Verder professionaliseren hoort gewoon bij de Graafschap. En dat is ook de samenwerking met de jeugdopleiding. Het is een enorme goede zet geweest om als eerste elftal te verhuizen naar de Bezenhorst. De dagelijkse omgang met al die elftallen werkt gewoon enorm positief. Maar verder professionaliseren is ook gewoon het faciliteren van je eerste elftal. Je kan wel 3 keer per week spelen, maar als je door goede faciliteiten, bijvoorbeeld een sauna of een dompelbad, sneller kan herstellen, worden de resultaten ook beter. En dat willen we gewoon allemaal heel graag, maar dat heeft met geld te maken.
Hè, dus daar is een bijvoorbeeld de premie van het winnen van de periodetitel vorig seizoen, is daar weer ingestopt. Ook een gebaar van de spelers. Dus dat is niet alleen, komt niet alleen bij de trainer vandaan. Dat is gewoon, hè, dat doen we gezamenlijk. En dat gaat steeds beter. En daar hebben we een goed gevoel bij. Hoe is de sfeer op de ene groep op dit moment, Ted? Ja, heel erg goed. Alleen in deze periode, met de corona-omstandigheden, wat de trainer ook aangaf, is het heel anders. En het liefst wil je ook naar een gewonnen wedstrijd, wil je ook lekker met elkaar even bij elkaar zitten, over de wedstrijd nababbelen, een keer een drankje doen. En dat kan allemaal niet. En daarin is het allemaal toch die anderhalf mee te houden. En ja, dat mis je natuurlijk wel een beetje in deze tijd. Een tijdje geleden waren we nog een teamactiviteit gaan doen. Ja, dat kan allemaal niet doorgaan door deze omstandigheden. Maar verder, we hebben een hartstikke leuke groep en een goede groep jongens waar we dit seizoen mooi mee kunnen vechten. Mooi om te horen. We gaan even kijken naar een aantal vragen die binnengekomen zijn, want de chat stroomt vol, zie ik. Eerste vraag is van Roel voor Mike. Komen er nog mutaties in de selectie? Nou ja, mutaties. Mr. Kiedis is vertrokken. Die is terug naar Griekenland. 1-2 andere spelers die misschien vinden dat ze te weinig spelen, zullen nog op de deur kloppen om elders wat meer speeltijd te krijgen. Maar ja, wij zijn wel met ons groepje bezig om te kijken die selectie te versterken. En is enorm veel werk. En niet zozeer de energie die je erin stopt, maar je moet echt bijna op je knieën leggen bij grote clubs om spelers los te weken. Omdat iedereen die selectie compleet wil houden. Iedereen is nog steeds bang dat er een of andere epidemie of besmetting binnen de selectie plaatsvindt, waardoor ze veel spelers kwijtraken. He, maar ik denk dat het ons gaat lukken om 1 of 2 jongens toe te voegen die ook echt iets toevoegen. Die dus een verbetering zijn of die een impuls kunnen geven aan die dingen die we ook al best aardig doen. Dus daar streven we echt naar. Ja. Als ik het goed begrijp, zit er wel wat aan ja, te komen. Ja, het zou me enorm teleurstellen als dat niet lukt. En dat ligt niet aan de Graafschap. Wij willen ontzettend graag. Iedereen staat daarachter. De mensen die dat voor elkaar moeten krijgen. Maar dat ligt echt bij andere clubs. En ja, de angst voor een besmetting in de selectie is daar een beetje de oorzaak van. Ja, begrijpelijk ook wel deels. We gaan even kijken, er zullen vast nog meer vragen binnengekomen zijn. En dat is zo namelijk van Roos Zwetsloot. Hoe hou je iedereen gemotiveerd om zich onder andere aan de maatregelen te houden nu het allemaal zo lang duurt? Dat is de grootste inspanning die je moet leveren. Hè? Want we worden er allemaal soms best wel mismoedig van. En Jasper Steens, onze hoofdmedische zaken, fysiotherapie, die begeleidt dat. En ik kan me voorstellen dat hij wel eens geïrriteerd raakt. Want hij let overal op. Hè? Want ja, één besmettingje, dat zaait zo om zich heen. En iedereen kan thuis blijven. Dus hij is al maandenlang loopt hij op de toppen van zijn tenen. En dat doet hij voortreffelijk samen met onze dokters. Dus, maar ik vind het vooral ook van de spelers een enorme prestatie. Hoe wij hier doorheen fietsen tot op dit moment. Want het vraagt gewoon iets van de jongens. Een bepaalde discipline. En dat gaat tot op dit moment gaat dat goed. Ja, Ted, de trainer zegt het al even. Dat het voor jullie ook echt best wel een opgave is. Hoe merk jij dat dat nu gaat in de groep? Wordt het lastiger naarmate het langer duurt? Soms heb je van die periodes, dan lijkt het even dat er niks aan de hand is. En dan natuurlijk dan af en toe dan zie je een beetje verzwakking. Maar dan heb je inderdaad ons fysio wie dan weer optreedt. En een paar keer hebben we wat kleine gevallen gehad. Maar dan zie je ook telkens dat het niet doorzet. Dus dan doen we denk ik met z'n allen wel iets goed. Ja, ik denk iets om trots op te zijn. Volgens mij is er nog een vraag binnengekomen. Laten we even kijken. Bart en Bram, Mike, welke speler schrijf je altijd als eerste op het wedstrijdformulier? Dat vind ik een leuke vraag. Is ook een leuke vraag, hè? Maar dat is altijd een beetje lastig om dat zo in het openbaar te brengen. Maar ik vertrouw altijd enorm op Ted, boegbeeld. Goede aanvoerder naast Ralf. Nou, Ralf is meteen een jongen die enorm betrouwbaar is. Die nooit verzaakt, ook door de week op de trainingen niet. En zo zijn er nog wel 1, 2, 3 jongens die... En ja, kijk maar naar de opstellingen. En ze zijn bijna heel vaak hetzelfde. Maar daarom vind ik het nu leuk dat zo'n Negli zich aandient. Dat Milan steeds brutaler wordt, Hildrink. Dus, maar wij hebben wel een beetje een solide basis. En dat zijn spelers met heel veel ervaring. En die weten wat het is om wedstrijden te winnen. Zoals uit bij Roda. Hè, waar ik echt met heel veel voldoening een uur lang heb zitten kijken naar de jongens. Dus dat geeft een goed gevoel. Alleen
nu zondag, hè, moeten die jongens er ook weer staan. En ik kijk daar naar uit. Ja, we gaan zo nog even over zondag. Ted, hoe is dat voor jou om te horen dat jouw naam als eerste op dat wedstrijdformulier staat? Ik zag je heel je gezicht in de plooi houden. Maar ik kan me voorstellen dat het een mooi compliment is. Natuurlijk is het een compliment. Alleen ja, je moet toch iedere keer ook zelf laten zien. En dat het belangrijkste is. En dat moet je jezelf ook altijd voorhouden. Ja, voordat we naar zondag gaan kijken, laatste vraag binnengekomen in de chat van Anonymous. Worden we dit jaar kampioen? Nou, ik ga maar jullie allebei stellen. Ik zag Cambuur nu in de laatste twee wedstrijden, waar ik niet eens op gerekend had, 5 punten inleveren. Dat is veel. Thuis verliezen van Volendam, gelijk spelen daarna. Dus alles is mogelijk. Hè? Alleen dan mogen wij niks laten liggen. Ook niet een keer gelijk spelen of wat dan ook. Nou, dat gaat heus wel weer een keer gebeuren. Het heet voetbal. Maar we gaan wel die druk enorm opvoeren. En we gaan vol voor die twee posities. En dan wil ik het nog wel eens zien. Ik heb na Almere, dat was een enorm teleurstelling voor iedereen. Daar speelden we best aardig. En dan verlies je hem in blessuretijd. Ja, hebben wij juist de dag erna al met die jongens afspraken gemaakt. Om onze rug te rechten. We hebben 60 punten op bord geschreven met elkaar. Die kunnen we nog halen. Nou, dat werden de 57, nu nog 54. En daar bijten ze zich in vast. En dat vind ik leuk om te zien. We zijn gewoon lastig te verslaan. Het moet allemaal nog veel beter. Maar ook karakter tonen, wat ze heel vaak gedaan hebben. In slotfases van wedstrijden. Toch nog die winst binnen slepen. Nou, dat geeft gewoon veel vertrouwen. Ik denk dat wij nog steeds een goede kans maken om bij die eerste twee te eindigen. Beetje lang antwoord, sorry. Nee, maar dat mag, Mike. Ik vind het alleen maar leuk als jullie meer aan het woord zijn dan ik, want dat is het belangrijkste. Ted, aanstaande zondag. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, een heel goed gevoel, wat ik ook eerder aangaf. Ik denk dat we zijn een ander systeem gaan spelen. Ook een beetje noodgedwongen door blessures, denk ik. Dat pakt op dit moment pakt het goed uit. En ik denk dat we daarin ook stappen maken. En ook als je naar de afgelopen wedstrijd tegen Roda kijkt, zie je dat we echt beter voetballen en veel kansen creëren. En ook effectief zijn. Dat moeten we meenemen naar zondag toe. En dan heb ik heel veel vertrouwen. Ja, je merkt dat de kritiek die dan soms op jou als persoon is, als het wat minder gaat, dan ook weer beter wordt. Je contract loopt in principe aankomende zomer af. Maar als het aan jou ligt, ga je dan nog even een tijdje door? Nou, ze willen dat gelijk met Sjoerd Hermsen laten lopen. Dus daar komt 10 jaar. 10 jaar, hè? Als Hans-Martijn dat goed oppakt, dan loopt dat mooi gelijk. En hebben we daar voorlopig geen problemen over. Nou, we gaan het zien. Lijkt me een mooi vooruitzicht. Mike, aanstaande zondag. Het wordt een inhaalrace naar de eerste twee plekken. Hoe zie jij die race voor je? Wie gaan er aanhaken? Wie gaan er afvallen? Nee joh, alle gekheid op een stokje. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd 5 ploegen. Misschien 6. Alleen Excelsior is een klein beetje afgehaakt. Gaan we gewoon een gevecht uitknokken om die twee plekken. En hopelijk blijft dat tot het einde van de rit ook heel spannend. Want dat betekent dat Cambuur misschien nog wat steken laat vallen. Al vind ik dat echt een hele goede ploeg. Dus we moeten het spannend maken. Liever niet, maar wij geven in ieder geval nog lang niet op. En ik geloof daarin. Ik denk echt dat wij met deze groep en met 1 of 2 jongens die nog een extra impuls kunnen geven. Dat wij uitstekend mee kunnen doen om die twee posities. Nou, als ik jullie weer hoor, heb ik er in ieder geval vertrouwen in. Zet hem op aanstaande zondag. Dran, zoals we dat allemaal zeggen hier. Nog even een mededeling. Volgende maand geen happy hour zoals we dat op deze manier doen. Maar een hele bijzondere die ook niet op de donderdagavond, maar op de zondag plaats gaat vinden. Namelijk de Graafschap Food Rally. Alle informatie daarover vindt u in de Business Club app en zult u over op de hoogte worden gehouden. Natuurlijk zouden we het onwijs leuk vinden als u daar in grote getale bij aanwezig bent. Lekker, leuk en misschien nog met wat leuke verrassingen onderweg, maar daarover later meer. Verder wil ik u bedanken voor het kijken. Het was een speciale editie, live vanuit het stadion, interactief met u, de kijkers thuis. Hopelijk vond u het een leuke uitzending en zien we u de volgende keer weer. Blijf gezond en voor nu een hele fijne avond.